Ik had al zo'n vermoeden. Pardon? Dat had ik niet verwacht. Mannetjes, het is beslist. Het kinderwoord van het jaar is Ewadrari. Ik ben echt al helemaal fan, maar ik vraag me af of iedereen het hier wel kent. Dus ik neem jullie nu mee op stap door de VRT. Ewadrari. Ik ga hier eventjes mijn mondmasker afzetten, want wij staan toch ver genoeg van elkaar. Dus je had een vermoeden dat het Ewadrari ging worden? Ja, eigenlijk wel. Ik hoor het heel veel rondom mij. Dus je gaat er dan vanaf nu ook de ochtendshow mee beginnen? Ik zal er eens over nadenken. Oké, dat is goed. Voilà, bij Kouter zit het al goed. Maar er is eigenlijk nog iemand aan wie ik het wil vragen. En die loopt hier niet rond. Dus ik ga gewoon eens bellen. Hallo. Hallo. Ik zelf gebruik het niet direct. Ik heb het eigenlijk nog niet echt gebruikt. Maar mijn broertje wel. Ik hoor dat hier thuis wel echt vaak vallen. Ik ben blij dat het is gewonnen dan, ja. Dag Frank. Hey, dag Anders. Ewadrari. Ewadrari. Het zijn eigenlijk twee woorden, maar dus één begroeting. Ewadrari. En dat betekent eigenlijk letterlijk, hey gast. Ik weet niet of ik het meteen zelf ga gebruiken. Alhoewel, ik weet er echt zo van. Ewadrari. Het was vandaag mooi weer. Voilà, ja, ik, vind dat heel goed klinkt. Dat klinkt, ja, moet kunnen. Ik heb hier afgesproken met deze coole chick. Die gaat wel al lang mee, want ik herinner me wel dat mijn vrienden zo 3 of 4 jaar geleden zeiden dat ook. En toen dacht ik altijd, oh my god, zeg dat niet. Stop daarmee. Ach, en nu? En nu? Wat vind je er nu van? Nu, het is echt een begroeting geworden. Hè. Het is echt zo'n algemene begroeting. Ewadrari. Ewadrari. Voilà, ik ben helemaal rond. Nu terug naar Karrewiet. Oei, ik krijg ineens de telefoon. Hey Amber. Hey. Ik wou je even bellen snel om te weten wat kinderwoord uiteindelijk is geworden. Wel, het is Ewadrari geworden. Ah, dat is kei nice, dat is kei nice. Heel veel kinderen en jongeren gebruiken dat in Brussel. Dat is echt super tof dat woord gekozen is. Zeg, merci om te bellen, hè. Ja. Bye-bye. Voilà, en nu is echt iedereen mee. Ja, niet iedereen gebruikt het hier, dat is wel duidelijk. Maar het is denk ik echt wel jullie woord. Dus dikke merci om met zoveel te stemmen. En tot de volgende, hè. Bye-bye.